Een grote aap stelt al het speelgoed, dat moeten we nou doen. Mario die gaat ze letten, hij geeft hem van cartoon. Hallo kijkers van Shine Sprite, dat is mijn gloednieuwe aflevering van de nieuwe serie van Mario vs. Donkey Kong. We hebben het over Mini Mario, die gaat deze Donkey Kong eens even in zijn kontje beuken. Buy them all. Donkey, buy them gewoon even al. Toys. Nee, sold out. Zo ging dat vroeger altijd. Ik heb het vroeger wel eens gespeeld. Casual, nee, we gaan wel een beetje voor de challenge. You can change the playstyle in the past level. Nee, we gaan wel voor een beetje in de challenge. Vroeger heb ik dit dus gespeeld. De oude versies. Vond ik erg leuk. Kijk eens. Oh jee. Maar ik heb alleen de hele oude gespeeld op de Game Boy. Dus de nieuwe versies heb ik nog nooit gespeeld. We gaan achter DK Donkey Kong aan. Donkey Kong is wel een beetje veranderd naar een good guy. Maar in deze game is hij de bad guy. Oh, stop, come back. Oké. Oh, die geluidjes zijn heel hetzelfde als vroeger. Oh. Wacht, met welk knopje? Oh, met A kan het gewoon. X moet je hem oppakken, oké. Hier, level 1 gecomplete. Oeh, er komt een derde cadeautje bij. Ah. Oh ja, ik kan de Shy Guys ook oppakken, lol. Hey, ik probeer hem op te pakken. Nog een keer proberen. Oh, ik heb maar 4 levens nog. Ik moet toch nog een keer even lezen hoe je hem oppakt. En dan springen we er gewoon op, hè? Dan is je gewoon kijken pot, dat is ook goed. Opspringen. Oh. Ik heb hem gehaald. Daar gaat het aankomen. Ik weet niet of ik nog bonuspunten had gekregen als ik alle Shy Guys had vermoord. Perfect. Oké. Okay. Het is gewoon de bedoeling dat je alle cadeautjes oppakt. Oké. Okay. Nou, we weten allemaal dat ik van de completionist ben. Here we go.
Laten we eerst maar eens even gaan kijken wat er uitgelegd wordt. Ja, dat was wel duidelijk. Ah, kijk, we hebben deze weer. Oh, dan kan je ook niet meer springen. Oké. Dit was niet moeilijk. Nu komt een blauwe cadeautje waarschijnlijk tevoorschijn. Ja. Volgende level gecleared. Nog steeds redelijk straightforward. Nee, kon je in oude, echte oude games ook allemaal power-ups krijgen. Maar misschien komt het allemaal nog. Hè? We zitten nog in het begin van de game. Dat ging niet goed. Dat was iets te vroeg. Epke Zonderland. Nice. Jumps zijn nog best kut om te maken. Zie je? Hij blijft stilstaan als je jumpt. Hij speelt recht omhoog, dat is kut. Maar we hebben het gehaald. Woohoo!
Oh, er ging bijna fout. Goed, level 3 ook gehaald. De controls gaan nog best een dingetje worden, denk ik. Want je kan wel jumpen, maar als je jumpt, dan jump je recht omhoog, zeg maar. Dat is best wel raar gemaakt, maar we gaan het zien. Oh, die jump is zo kut. Activating free scroll. Ah, dan kan je zien hoe het eruit ziet. Wauw, komt er opeens een bliksemschichtje, maat. Tada, weer een toy gehaald. Lekker. Oké, dit was ook niet zo per se een ander level. Perfect, kijk, dat ben ik. Het gaat over mij. Ik ben dat perfecte sterretje. Huh? Oh, er zit opeens drift in mijn controller. Here we go. Oh ja, met 30 seconden ook, dat is kut. Hey, 5 levens, nice! Oké. Level 5. Here we go!
ik wat even vragen tegen je. Ja, oké. Okay. Oh. Ja, precies. Die rode knop moet weer ingedrukt worden. Nu zie je, dat moet dan binnen 12 seconden. Mamma mia. Kijk, dat kan ik hem meenemen. Oh, nu mijn kop schieten. Wacht. Dit was genoeg. Ik hoef alleen maar hier naartoe. Maat. Of krijg ik geen tijd erbij nou als ik naar het volgende deel ga. Dan wordt het wel een probleem. Oh ja, 20 seconden erbij. Jump is zo kut. Oh, kut. Die coil heb ik nu niet kapot gemaakt. Oh, die komt gewoon terug. Never mind. Kijk, al die Mario's komen hier beneden ook bij te staan. Dat had ik nog helemaal niet gezien. Nou, maar deze aflevering wereldje wel eventjes proberen te completen. Tenminste, ik weet niet of er na deze 6 nog meer komt. Maar volgens mij zag ik aan de rechterkant nog wat meer levels. Ik weet niet of dat een soort boss levels zijn, maar dat gaan we straks zien. Goed. Oh, what the fuck? Ja, dat is goed om te weten. Ja.
gehad. Grappig. Dat is funny gemaakt. Oh, dit was niet handig. Oh ja, maar zo. Hoppatee. Nice. Perfecte Mundo. Raymundo, zoals Nando zou zeggen. Oeh, kijk, we krijgen het volgende level. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. De volgende aflevering gaan we deze coole level eens proberen. Ik zie jullie de volgende keer. Adios, amigos.